even wennen natuurlijk, hè. Maar ja, je had het kunnen zien de afgelopen dagen, sneeuwde het hard. Dus je kon het wel verwachten, het is lange punten, maar gaande. Dus, maar het ging goed. Van de crossen die je hebt gelopen, welke was de zwaarste tot nu toe? Nou, deze was wel een van de zwaarste, omdat het ook gewoon echt een zwaar parcours is. En dat het zo lang is eigenlijk. Dus dat was wel even wennen. Hoe heb je je race ingedeeld? Nou, ik wou niet te hard starten, want de vorige wedstrijd Silvestercross ging eigenlijk helemaal niet goed. Dus ik dacht, nou, ik start een beetje vlot, maar wel opbouwend. Dus, en uiteindelijk pakte dat heel goed uit. En nu, bevroren tenen? Sorry? Heb je bevroren tenen? Nee. Ze zijn wel heel nat, maar ze zijn nog niet bevroren. Je loopt ze vanzelf warm. Zijn dit de crossen waarvan je zegt, nou, er mogen er wel meer van zijn in Nederland? Van tevoren dacht ik van niet, maar het pakte goed uit. En ik vond het toch wel heel erg leuk, omdat je merkte dat het per ronde zwaarder, maar wel beter ging. Dus alleen op de eindsprint ging het wat minder. Sinds vorige week kan ik dan weer hardlopen. Dus ja, er zat niet meer in, dus ik ben tevreden. In een derde plaats is best goed dan. Ja, vind ik wel. Hoe ging het? Nou, de eerste kilometer ging goed, maar toen was ik helemaal stuk. Mijn conditie merkte ik heel hard hijgen. En dan merkte ik wel dat mijn conditie achteruit was gegaan. Dus ik moet nu gewoon even lekker trainen en dan komt het wel weer. Ga je nog meer crossen lopen? Ja, in België denk ik nog wat korte crossen. En ik wil over een maand dan 10 kilometer doen in Schorrel. Dus gewoon wat kilometer maken voor de basis. Ja, de basis maken voor de zomer. Dan nu 4.19 en wil ik wel 4.16 lopen. Voor de 800 heb ik nu 2.17 en wil ik wel 2.5 lopen. Ik heb al eens gehoord dat het leek door jullie filmpjes of we getrouwd waren. Dus we moeten wel een beetje oppassen. En het is ook een keer gebeurd dat wij verwisseld zijn bij een wedstrijd. Dus sindsdien ben ik zijn broertje. Jullie zien wel heel schoon uit. Hebben jullie wel een cross gelopen? Ja, we hebben wel een cross gelopen, ja. Een beetje je best gedaan vandaag? Nou, ik vind het wel, ja. We hebben het goed gedaan. Dus 8e, 9e. En hoeveel werd jij? Ja, ik denk iets 12e, 13e. Dat is toch mooi? Je loopt nou bij de senior, hè? Ja, klopt. Is het anders? Ja, het is heel anders. In plaats dat je nu gewoon een beetje op kop loopt, loop je nu gewoon... Eigenlijk een beetje in het midden mee te sleuren, maar wel mooie wedstrijden, sterke wedstrijden. Is dat mentaal ook anders? Ja, het vraagt wat meer vechten eigenlijk. Dus, Heb je dat gedaan vandaag? Ja, zeker weten. Maar het is gewoon echt een mooi parcours, afwisselend. En nu met die sneeuw is het natuurlijk ook gewoon overleven en zoeken waar je moet lopen. Dus het is gewoon echt het is zeker de moeite waard geweest. Ja, we gingen natuurlijk voor Egmond en daar heb je dan echt wel naartoe geleefd. Een beetje getaperd en zo. En deze week heb ik gewoon echt wel hard getraind, dus het kwam inderdaad wel een beetje tussendoor. Maar ja, ik was tevreden. Je merkt wel dat je aan het eind gewoon niet volle bak door kan gaan, dat je gewoon niet helemaal fris bent. Maar ja, dus we zitten er wel weer beter bij als in Soest en in Tilburg en dat is wel heel mooi. En vooraf had ik al zoiets van, nou, het lijkt me wel mooi om een strijd aan te gaan met de voorste. En nou, dat is ook gelukt. Op een gegeven moment een beetje slechte start, maar later kwam ik naar voren. En Gert-Jan Warsing zag ik erbij. Nou, toen heb ik de hele tijd kop over kop met Gert-Jan gelopen en met twee Belgen. Dus ik vond het echt zeker de moeite waard. Het was een hele mooie wedstrijd.